Suriname voert gesprekken met de organisatie Green Climate Fund over een klimaatadaptatieplan. Minister Marciano Desai zei eerder deze week aan journalisten dat Suriname kwetsbaar is en hulp nodig heeft om zich te weren tegen klimaatverandering. Wij hebben hier in Suriname te maken met droogtes, we hebben te maken met zeespiegelstijging. Wij zijn kwetsbaar, wij zijn een van de 10 meest kwetsbare landen in de wereld. Wij hebben natuurlijk hulp daarvoor nodig, want om ons te kunnen beschermen tegen klimaatverandering moeten we adapteren. Er is bekendgemaakt dat er een loss and damage fund komt. Landen hebben vanaf dag 1 gepledged dat ze bij elkaar opgeteld 700 miljoen beschikbaar zullen stellen voor de ontwikkelingslanden. De volgende stap is dus nu om een proposal in te dienen om dat te krijgen. Desai zegt dat het een verzoek betreft om fondsen te krijgen waarmee gewerkt kan worden aan een plan om klimaatverandering tegen te gaan. Het is Suriname eerder niet gelukt om zo'n plan in te dienen. Green Climate Fund is een fond die middel ter beschikking stelt voor landen die willen werken aan adaptatie. Er zijn hoge bedragen om te adapteren. We hebben in de afgelopen jaar is het ons niet gelukt om zeg maar proposals in te dienen. Bij de COP hebben we een proposal ingediend voor de agriculture, voor landbouw. En dat is een proposal waar wij kans hebben om ongeveer 20 miljoen US dollar te krijgen voor de sector. Verder hebben we gevraagd naar capacity building. En daarvoor kunnen we 10 miljoen krijgen voor capacity building. Volgens de minister moet Suriname bij de vraag naar fondsen bewijs leveren dat het land inderdaad te doen heeft met klimaatverandering.